Hallo iedereen, ik ben Tionet, ik ben van Daphne Catherine Unicraft, aflevering 54. En we staan bij de Unicorn weer al. Ik denk dat ik elke aflevering hierbij ga beginnen. Dat is gewoon zo'n leuke plaats om te beginnen. Vorige aflevering zagen we aan de spawn hoe dat we eigenlijk de spawn hebben verbeterd. We hebben een nieuwe zone gemaakt. Maar vandaag gaan we eigenlijk totaal iets anders gaan doen. Geen spawn meer, dat ga ik eentjes terzijde laten, want het belangrijkste staat er nu. Vandaag gaan we beginnen met de Nether. Nee, de Nether moet ook nog gebeuren, maar dat gaat pas later. Glitch, ja, oké, dank u, glitch. Maar dat gaat pas later zijn. Ik moet nog werken op een design eigenlijk om deze te verbeteren, maar het gaat komen en dat gaat niet meer zo lang duren, hopelijk. Het is te hopen dat tegen 2016 het in orde is. Vervolgens wordt er nog veranderd. We hebben nieuwe banners voor de tree. Voor de sheep farms of fancy colors. En voor de ocean monument. En daar gaan we vandaag naartoe, naar de ocean monument. Want jullie vragen zich waarschijnlijk af. Ik weet niet of er hier nog in liggen. Nee, dat spijt ik niet meer. Waarom dat we eigenlijk zoveel sea lanterns hebben de laatste tijd. Dat is al een paar afleveringen dat ik er vrij veel op gebruik eigenlijk. En dat moet wel van ergens komen. Dat komt eigenlijk van de Ocean Monument. We kunnen er op zich naartoe gaan. Die Ocean Monument is eigenlijk vrij veel veranderd tegenover de vorige keer dat we er waren. In video. Dat moet al van zoveel tientallen afleveringen geleden zijn. Dat is echt... Oh, freeze. Een eeuwigheid geleden dat we er nog waren in video. Ik heb daar tussen tientallen afleveringen heen... Heel wat aan gewerkt. Er is heel wat veranderd ook. Hulk had vooral Merky en soms is Niels en Sarah. Maar Merky heeft daar heel veel bij geholpen om alles te clearen eigenlijk. Dus we gaan elkaar nu eventjes laten om een timelapse te zien die gefilmd is geweest op een paar maanden tijd eigenlijk. En dat heeft wel degelijk heel lang geduurd. Maar dat is gewoon periodes van hier een paar dagen aan een stuk verder werken dan. Was het een beetje achtergelaten, een paar weken lang en dan ja, je kunt het klassieke dingen van zo'n grote projecten, dat neemt tijd. Dus timelapse vanaf nu.
dreams among the stars while I'm standing on the pavement. Spinning around, lost and found, just trying to make a statement. Well, if the weight on my shoulders is letting me free, let the birds in the sky is where I'd like to be. Without gravity to hold us down, together we lose sight of the ground. Ondertussen zijn we gans van achter in de tunnel geraakt. Wat moet ik zeggen over de timelapse? Ik hoop dat hij gewerkt heeft natuurlijk. Dat hem deftig is. Want ik heb hem nog niet gemonteerd. Halleluja. Oeh, en ik begin hier dingen te spoilen eigenlijk. Want ik was compleet vergeten dat we hier zouden tevoorschijn komen. Ik kan me ook niet meer zo goed herinneren wanneer de laatste shot van de timelapse werd genomen. Maar ik weet dat het laatste gedeelte eigenlijk niet werd opgenomen. En dat er soms wat jumpcuts zijn in het verhaal, dus dat er dingen zien is weg waren van water en zo. Ja, dat is gewoon, als ik eventjes heel snel wat verder werk en geen zin had of geen tijd had om het te gaan opnemen, want dan neemt het eigenlijk wel een beetje tijd en voorbereidingswerk. Het is niet zoveel, maar het is, je moet er gewoon aan zetten. Dus soms wordt er aan gewerkt buiten camera. En vooral als andere mensen bezig waren, we gingen niet gaan filmen voor hen. Dus als er zo ineens een vrij grote jumpcuts zijn, dat we zeggen dat er gewoon andere mensen bezig waren. Maar dus, wat is er vooral veranderd tegenover de timelapse is... Er is enorm veel veranderd, want er is geen zand meer. Het is enkel glas. Ik veronderstel dat in de timelapse geen glas wordt geplaatst, maar dat is wel degelijk gebeurd. Als ik me goed herinner van het recorden, is dat er dus hier overal zand was op de boord. Eigenlijk de blok waar ik nu mijn cursor op heb, die lijn, de buitenste lijn, daar zat overal zand op. En eigenlijk, eens dat dat gekleerd werd, was dat ja, natuurlijk in orde, waren er geen beesten meer naar tevoorschijn kwamen en konden we op ons gemak aan de buitenkant beginnen. Dus we hebben weer zand zitten plaatsen en glas en water zitten verwijderen. Dat was veel water dat er naar weg moest. Maar dat ging veel sneller dan het vorige. Omdat je niet constant werd aangevallen. Ik ben hier al vaak dood gegaan. Zelfs te vaak. Want ik denk van die 9 doden dat er wel 4 of 5 van zijn. En dan nog die counter bestond nog niet in het begin dat we aan het clearen waren. Dus eigenlijk ben ik wel vaker dood gegaan. Maar het is denk ik wel een fantastisch beeld. Het is soms ook wel lagging. Ik weet niet waar dat ligt, aan blokken misschien, geen idee eigenlijk. Maar andere personen hebben daar veel meer last van dan ik. Maar dus we hebben hier een huge kasteel, ocean monument, of hoe dat je dat ook wilt noemen, zonder water. Het enige water dat er eigenlijk nog is, is eronder. Je ziet daar nog zand, die zanddinges, daar zit eigenlijk nog water onder. En dus is dat een beetje lastig, we gaan eentjes naar beneden gaan. Ik heb verder falling view, dus dat zou eigenlijk geen probleem moeten zijn. Maar we gaan het toch op een iets veiliger manier doen. Eentjes nadenken, heb ik hier ergens een enterprise liggen, dat gaat gemakkelijker zijn om zich te vervoeren. Bon, wat zijn belangrijke zaken nog aan deze? We hebben een fantastisch zicht op de zee. We hebben de squid dan hier constant rondlopen en zo'n zaken. Wat hebben we hier nog? We hebben in elke hoek zo'n kruisachtig ding. Dat is de grootte van de farm, de mogelijke farm, dat is binnenin, dus dat is juist de buitenkant. Wat hebben we nog? We hebben de Ocean Monument Hof natuurlijk. En we hebben vooral de farm.
Wel, de farm is heel gelimiteerd. Kunnen zien dat het wel vrij goed werkt. Maar nu gaat het niet meer werken omdat we te dichtbij zijn. Dus dat zijn waarschijnlijk de laatste. En ze vallen mij aan natuurlijk. Dus ja, daarmee dat we prismarine shit hebben. Dus sea lanterns, prismarine bricks. Al heb ik die nog niet gebruikt in een gebouw. Ze komen hier vandaan. Waarom die kleine farm? Omdat we eigenlijk heel snel aan sea lanterns wilden geraken. Omdat ik die gewoon wou gebruiken, punt uit. En om die te kunnen gebruiken had ik een farm nodig. Dus deze is de farm. Een tijdelijke farm, want we gaan eigenlijk deze aflevering niet echt meer. Het is meer een show-aflevering, denk ik. Maar we gaan op termijn hier een huge ass farm bouwen. Met heel wat dinges. Die enorm veel produceert eigenlijk. Dus hier vallen de beesten naar beneden. Ik stuur ze dus. Ik laat ze vallen en ze nemen vrij veel fall damage. Daar zien jullie de hoppers. Maar ik laat ze ook in lava vallen, zodat ze eigenlijk doodgaan door dood te branden eigenlijk. Dat is om te voorkomen om een huge ass drop te moeten doen voor de tijdelijke farm eigenlijk. En dus de beesten vallen hierin. Ik weet niet hoeveel dat erin zit. Niet zoveel, omdat dat juist werd leeggehaald natuurlijk. Dus de beesten vallen naar beneden. Ik weet niet of dat de farm echt gaat werken. Want op welke laag zitten we? 29. Dat is nog vrij hoog eigenlijk. Maar dus de beesten vallen naar beneden. Hopla, voilà. En branden dan dood. En normaal gezien gaan ze bijna drops geven. Voilà. En dit is wat wij dan krijgen. Heel wat spullen. Enorm veel eigenlijk. Die farm heeft. Ja, wat is dat? Een paar uurtjes gedraaid in totaal. Alleen dat ik mij daar van boven heb gezet. En dit is het resultaat. Maar ik weet dat ik niet de enige ben eigenlijk die hier is komen farmen. We hebben enorm veel fish ook. Maar vooral Prismarine Shard, dat is enorm veel. En dan hebben we crystals, niet meer zoveel, maar die werden vooral gebruikt om de sea lanterns te maken. Ik weet niet of er nog ergens sea lanterns liggen, waarschijnlijk niet, omdat ik ze allemaal meeneem. Voor de rest ligt hier vooral een beetje iron, blokken en andere dingen. Veel zand, heel veel zand. Omdat ja, het zand werd gebruikt om hier te clearen. Het zand heb ik nog niet weggedaan, omdat ik het nog ga nodig hebben om. Doedoedoen. We gaan hier eventjes inpoppen. We gaan waarschijnlijk niks zien. Oké. Maar hier is dus de zone die nog gecleared moet worden. Waarschijnlijk gaat dat op YouTube eigenlijk een zwarte ding zijn. Excuses daarvoor, maar. Oké, ik zat in een blok. Hieronder is dan vol met water en dat moet eigenlijk gecleared worden. Hoe gaan we dat clearen? We gaan eigenlijk eerst de Ocean Monument weghalen. Die gaat compleet verdwijnen. Waarom? Omdat de farm eigenlijk in de plaats gaat komen. Als we later een mooi dingetje willen maken met deze, de Ocean Monument zelf, gaan we eigenlijk een andere moeten clearen, want dat zijn dan weer andere zaken. Ik heb veel bijgeleerd met het clearen van deze, dat dat eigenlijk niet slim is om op niveau. Dus alleen op waterniveau van boven hier te clearen moet je eigenlijk een stuk of 10 blokken hoger zetten en dan zand laten vallen. Op het einde deden we dat. Dat was veel gemakkelijker, want die beesten vielen dan niet constant aan. Ze vielen wel soms aan, maar al veel minder. Wat heb ik nog geleerd? Dat je enorm veel tijd moet insteken in zo'n dingen. Deze is uren, dagen werk eigenlijk om het te clearen. En dat je vooral sponges moet gebruiken en dat we eigenlijk vrij weinig sponges hadden. 31 hebben we er. Is niet zoveel, maar beter dan niks. En doe het zeker met sponges. Als je geen sponges hebt, zet je een eeuwigheid bezig. Wat dat wel goed was, is het design van wat was dat, 5 op 5 en dan de hoeken weggehaald, dus ook met zand. Dat is het meest efficiënte design om water weg te halen. Dat zijn zo'n dingen dat je leert wanneer je deze cleart. Wat ik niet had gedaan bijvoorbeeld, is de binnenkant clearen met sponges. Dat was veel sneller geweest. Ik heb dat allemaal met zand gedaan. Dat zijn dingen dat je eigenlijk met sponges moet doen. Toch de kleinere ruimtes kun je heel gemakkelijk met sponges doen. De grotere ruimtes moet je misschien wel opsplitsen met zand. Maar ik heb alles met zand gedaan en dat was eigenlijk geen goed gedacht, want dit is immens om met zand te vullen. En hoeveel dat ik van mijn shovel en zo heb opgebruikt, dat is echt gek. Voor de rest is hier eigenlijk alles een beetje
afgebroken bedieningen, alle Sinatons zijn weggehaald geweest om ze te gebruiken natuurlijk. Is er nog iets belangrijks? De gold blocks zitten er nog in. Gaan we die weghalen? Ja, want we gaan het gebouw moeten weghalen. Maar het is niet zo belangrijk. Voor de rest hebben we hier de ingang. Nu dat er geen water meer is, is dat eigenlijk heel moeilijk om zich te verplaatsen in deze. Omdat je niet meer kunt zwemmen tot boven. Je moet eigenlijk overal ladders plaatsen en zo'n zaken. En voor de rest zou ik zeggen, misschien timelapse over het afbreken. Maar dat zou me eigenlijk verbazen dat ik een timelapse zou maken. Dus dat ga eigenlijk gewoon de volgende shot zijn. Wanneer dat deze afgebroken is of aan het worden is. Dus tot dan. En we zijn er weer. Ik ga nu ongeveer screenshots laten gaan van het afbreken van de dingen. Hier en daar een keer een paar dingen gedaan. En als ik beneden ben, boom, voilà, zo gebeurt dat hier. Kunnen we eigenlijk nu terug gaan ongeveer naar het normaal beeld. En kun je zien dat ik schildjes aan verder geraak. Met het verwijderen van het water eronder. Als je het nog niet zou weten, hier is water onder. Dus dat moet allemaal weggehaald worden. En ja, dat is ook wat werk. Ik ben ermee begonnen, maar ik ga er eventjes mee stoppen nu. Want ik dacht er vooral, ik kan nooit meer water moeten weghalen. En nu ben ik ermee bezig. Ik heb weer enorm veel zand moeten gebruiken. En zo en zaken, dat is een beetje lastig. Maar ja. De Ocean Monument zelf is dus verdwenen. Er blijft enkel maar de vloer over. Die laat ik nu eentje staan, want er zit eigenlijk water overal onder. Oh ja, voor de helft zit er water ongeveer onder. Ik weet nu niet waar dat ongeveer allemaal passeert, maar dat moet ongeveer ja, hier in de buurt zijn. Dat het allemaal rondgaat. Eentje zien. Ja, ik heb ook de beacons in het midden geplaatst nu, want dat was daarvoor nog niet het geval. En eentje zien waar dat die lijn. Hier gaat die lijn verder, dus dat is lastiger om te cleaven. Oeh. Hier gaan we veel meer werken. Dus we hebben ongeveer 1/4 van de dingen dat geen water heeft, maar 1/4. En de rest dan weer wel. Hier is niet zo diep, maar het is er wel. Dus dat moet ook gecleared worden. Maar op zich kunnen we dat. Zullen we dat kunnen uitproberen? Up, 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 up. Up, heel veel sponges plaatsen. En we hebben eigenlijk de grote meerderheid kunnen weghalen hier. Oh, dat is gelukt. Maar ik weet niet hoeveel dat er wordt bijgemaakt eigenlijk hier. Maar ik ga er nu mee stoppen, want er wordt toch al veel geplaatst. Maar dus dat is een techniek om ook snel te klimmen. Eventjes zien. Ja, het is al vrij veel weg eigenlijk. Dus ja. Deze zijn de gemakkelijke deel. De andere is het, het klassieke. Dus 5 op 5 en dan de 4 hoeken weg. Dus dan moet ook. Dus mijn inventaris is van. Mijn inventaris is van. Zo. Ik wil vooral geen sponges verliezen, want die kost een beetje te veel, denk ik, om te verliezen. En dat is ook allemaal vol. Oké. Zo. En daar ligt er nog één, maar ik ga die eventjes laten staan nu. Dus ja, het heeft me uiteindelijk niet zoveel tijd gekost, want het voordeel is dat dat in het antmijnen is. Dus het verwijderen gaat vrij snel eigenlijk. Gelukkig, want anders zou ik het nog haten om nog zoveel extra uren hierin te steken om het verwijderen van de Ocean Monument en doedoedoem. Het verwijder heeft 3 chesten ongeveer en blokken opgeleverd, wat toch wel vrij veel is, maar minder dan ik had gedacht. Ik dacht dat er meer blokken in zaten dan deze. Maar ja. Ik ben hier nu volop bezig. Ja, moet je de blokken oprapen. Ik ben er al heel veel kwijt door ze niet op te rapen. Zo erg is dan nu ook weer niet dat die blokken, bij manier van spreken, verloren gaan. Ik heb er toch meer dan genoeg. En vervolgens kunt u vrij gemakkelijk bijmaken, dus dat is echt geen probleem. Ik ga nu buiten camera nog het verder afwerken eigenlijk. Dus alles clearen en ik ga waarschijnlijk
Ofwel eventjes opnemen als het klaar is, ofwel ga ik direct een beetje verder mijnen, want die beest moet wel vrij hoog vallen. En ik denk dat deze eigenlijk niet diep genoeg is. Dat dieper moet zijn. Ik moet nog zien hoe dat ik het ga doen. Maar ze gaan niet meer via lava vermoord worden. Om het snel te laten doen, laat je die gewoon spawnen en direct naar beneden vallen. Dus dat zijn zo'n zaken dat ik later ga uitleggen voor de volgende aflevering waarschijnlijk. Deze aflevering gaat het niet meer gebeuren. Deze aflevering is het clearen ervan. Deze farm laat ik nog even staan tot als het weg moet. Dus als ik klaar ben met clearen alles, ga ik deze ook weghalen. Want dat produceert ondertussen. En sinds het begin van het weghalen hebben we toch dit allemaal. We hebben zelfs verloren blokken hier. Dus dit heeft toch al geproduceerd sinds dat ik aan het wegmijnen ben. En dat je eigenlijk vrij snel de productie. Dus en deze is echt klein qua productie. Maar voor de uitleg van hoe dat al werkt, gaan we het later zien. Er zijn twee verschillende designs. Ik heb de twee laten staan hier. Maar ik ga het nog uitleggen. We vinden elkaar terug eens dat ik wat meer heb kunnen doen hier. Klein tussendoortje, ik ben heel slim geweest en ik heb mijn pickaxe afgebroken. Volledig kapot. Dus ik ga eventjes terug naar mijn dingen moeten gaan. Mijn dingen. Ja, Acropolis, amai. Om mijn pickaxe te gaan aanbuiten voordat ik hier nog eentje heb liggen. Maar ik heb eigenlijk efficiency 5 nodig en dat is efficiency 4. Ah, dat is rots, want het was juist een nieuwe. En vooral gecombineerd met Silk Touch. Dat is een beetje sweaty. Dat was heel dom eigenlijk. Het zit er niet meer in. Nee. Vroeger als het gebroken was, kon het nog recupereren, maar nu niet meer. Beetje spijtig. Dus dat was een klein tussendoortje. En we zijn er weer met een gigantisch gat. Alles is weggehaald geweest van wat er voor stond. Daar is een fucking spin. En die was niet boos, oké. Ja, alles is weg. We hebben een gigantisch zicht ook op de zee nu. Nu dat de dingen weg is en dat de grond ook gelijk gemaakt is geweest. Die heeft uiteindelijk vrij veel tijd gekost om te doen, want dat graven was ook niet het snelste wat er gebeurde. Ik ben door wel geteld 4 of 5 pickaxes gegaan. Door deze allemaal uit te graven, en de Ocean Monument weg te halen. Dus toch vrij veel werk. Nu zitten we hier op laag 29 en ik weet niet eens wat dat genoeg gaat zijn. Qua diepte, het kan zijn dat we nog 2, 3, misschien 4, 5 lager gaan moeten zijn, maar dat gaan we later nog zien. Dit is al een goed begin qua diepte en we zien zo goed de zee, dat is wel grappig, om de squids te zien. En als je ver staat van de squids, bewegen ze niet, maar als je dichtbij komt, bewegen ze wel. Dus die gaan waarschijnlijk in beweging gaan ergens. Nee, beweeg. Ja, voilà, die twee bewegen eens. Heb ik juist gemerkt van Squid. Ik wist niet dat dat zo gebeurde. Schappig. Ik weet dat we ergens ook hier een slime chunk hebben. Want hier zijn al een paar keer slimes tevoorschijn gekomen. Wat dat een beetje lastig is, maar op zich niet dramatisch is. Want dat gaat toch opgelost worden met de manier van werken dat we gaan doen. Wat moet er nu eigenlijk nog gebeuren? De farm zelf moet gebouwd worden. We hebben nu alles weggehaald. Dat heeft eigenlijk enorm veel tijd gekost om dit allemaal weg te halen. Het water, het kasteel en de grond. Al is de grond en de Ocean Monument zelf weghalen vrij gemakkelijk. Hè. Dat is gewoon pickaxe en zoef, zoef, zoef. Alles kapot maken. Tip, en gebruik het sowieso. Gebruik haste 2. Anders ga je echt heel lang bezig zijn om dit allemaal weg te mijnen. Ofwel kun je ook TNT gebruiken. Dat is ook een mogelijkheid. Nu hebben we nog de lelijke farm hier tussen staan. Met overal blokken van de Ocean Monument ertussen. Gravel, dirt. Alles zit er een beetje tussen. Dat wordt zeker eens weggehaald tegen de volgende aflevering waarschijnlijk. Want de farm heeft nu op zich wel vrij goed gedraaid. Ik heb hem juist leeggemaakt eigenlijk, dus hij gaat er niet in zitten. Maar tijdens het bouwen, het afbreken eigenlijk van alles, hadden we twee dubbel chesten vol met items. Dus dat was toch vrij handig om die extra te hebben zonder specifiek te moeten farmen. Maar deze zou ik nog steeds kunnen zien dat de beesten erin vallen.
Maar ik de meest optimale plek is van boven, ergens in het midden waar dat die beacon staat, gaan we ergens een platform moeten bouwen. Ik ga nog moeten uitzoeken wat de meest optimale plek is voor deze. Om te laten draaien, want dat zijn dingen die we later gaan zien. Dus deze is eigenlijk tijdelijk om al een basis aan van die spul te hebben. En om gewoon te zeggen dat we veel spullen hebben, gaan we eentje naar de chesten kijken. Dus we hebben 4, 5, bijna 5,5 dubbel chesten volle crystals. Hebben we 1 fish, hebben we er bijna 2. Dan hebben we hier allemaal andere items. Niet zo belangrijk. Loot, zeerup. En dan hebben we hier deze naar zand en gravel. Zand. Nu hebben we super veel zand over. Hier hebben we prismarine, prismarine, prismarine en prismarine. Ja. Hier hebben we alle blokken die ik heb gehaald heb tijdens het mijnen. Dus enorm veel cobblestone. Enorm veel cobblestone. En deze is nog leeg, maar dat gaat waarschijnlijk ook nog gevuld worden bij het uitmijnen van de rest. Waarom dat er hier hout is, dat is omdat er een ding is, een mineshaft eigenlijk hierin verwerkt. Kun je die hier zien? Die is normaal gezien deels verlicht geweest. Dus ik weet dat ik dat ooit heb gedaan in het begin van de dingen om de weight van deze omhoog te krijgen. Maar ik denk dat de regio eigenlijk nog niet zo goed verlicht is. Dus dat moet ook nog gebeuren. Want dat zijn dingen die later ook kunnen gebeuren. Dus wat is het plan eigenlijk van de farm? Geplaatste farm, we hebben zo de markers daar van boven, daar tussen. De ganse dingen, eigenlijk een gans dak eigenlijk van de farm. En we gaan zo een design gebruiken, naar mijn zin vrij efficiënt moet zijn. Ik hoop het efficiëntste wat er bestaat, anders niet. En kunnen we dan enorm veel. Hoe noemt dat beest? Guardians aan mij laten vallen en dan veel loot te hebben. En ik ga ook proberen, maar dat is nog niet 100% zeker, om er een XP farm van te maken. Want deze beesten geven enorm veel XP eigenlijk. Maar dat is ook niet het gemakkelijkste om daar een XP farm van te maken, dus dat is nog te zien voor later. Maar we hebben nu het belangrijkste gedaan, dat is het weghalen van alles, want dat is toch het meeste werk, denk ik. Volgende aflevering gaan we het begin van de farm bouwen. Of gaat het sowieso niet zijn, want dat is enorm veel werk. Maar ik ga het hele concept een keer uitleggen. Ik zou zeggen, een kleine like of comment is altijd welkom. En we zien elkaar terug in de volgende aflevering. Tot dan!